Ruud. Yeah, alles goed? Ja, zeker. Waar kan ik die auto neerzetten? Ja, verderop. Maar we moeten snel zijn, want we mogen echt iets heel tofs doen. Wat dan? We mogen dieren naar buiten laten. Nee. Ja, serieus. Dat meen je ja, niet. Ja, echt heel cool. Oké, okay, maar wacht. Kom. Ja, dat moet gaan. Snel, snel, snel. Gaan. Ik loop achter je aan. Kom. Yo, allemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Nachtbrakers. Wanneer het hek van de dierentuin dicht zit, iedereen is naar huis en tot zelfs de directeur is aan het slapen, duiken wij de dierentuin in en gaan we eens eventjes kijken wat al die dieren hier allemaal in de nacht uitspoken. En dit is alweer de laatste aflevering van het seizoen, maar we gaan eindigen met een knaller, want we gaan de binturong uit zijn verblijf naar buiten laten. Dus dat wil je niet missen. Dit heb ik altijd al eens willen hebben. Hallo meneer de Binturong, als je het goed vindt doe ik even je hok open. Oh, kijk hier, hij zit gewoon vol hond. Wat een cool beest zeg. We gaan naar binnen. Gaan we weer. Het begint gauw donker te worden. Ja. Dus even kijken, nacht kijken. Check. Warmtecamera. Check. Lamp. Twee zaklamp. Check. Twee zielen gedaan. Overal aangedaan. Lamp. Ja, dan hebben we eigenlijk alles. Zin in. Welke kant moeten we op? Deze kant. Ik weet gewoon na 8 afleveringen nog steeds niet. Ik loop alleen maar zo een beetje zo naar boven kijken wat gebeurt er allemaal, maar ik let niet op waar we heen. En nu is het nog een beetje schemerig. Ja. Als het donker straks is, straks, pikken donker. Dan zie je echt helemaal niks meer. Dan, hangt dan, ook zeggen, gelijk... dan raak ik ook de weg kwijt. Ja, maar dan hangt ook gelijk een andere sfeer dan, hè? Ja. Ik vind het gelijk... Nu hoor je bijvoorbeeld zo'n ventilator en denk je, oh, een ventilator. En in de nacht... denk ik gelijk dat daar iets in de bosjes... zit. Hé, hoor je dat? Volgens mij zijn dat de rendieren. Hoorde je dat? Oh. Ik hoorde je. Oh. Oh. Stop natuurlijk precies wanneer we er zijn. Daar staat hij. Helemaal gecamoufleerd en je ziet hem bijna niet in die takken. Maar helemaal door dat gewei. Hij ziet ons natuurlijk wel. Ook al hebben we camo aan, zijn we makkelijk te spotten. Ja. Coole beesten zeg. Hé, hey, dat kleintje, moet je kijken. Ze hebben een kleintje. Oh, die is schattig zeg. Hij is helemaal uit verhouding. Hij heeft zulke lange poten voor hoe groot zijn lichaam is. Ik zie ook altijd bij puber mensen, die krijgen ook altijd veel te lange armen, slungelige benen. Ik liep ook in mijn pubertijden liep ik overal tegenaan, dan heb je niet meer door hoe lang alles wordt. Dat zie je ook bij die. We zijn nu dus onderweg naar de binturongs. En dat is eigenlijk een hele gekke naam voor misschien wel een nog gekker dier. Want de binturong wordt ook wel de beermarter genoemd. Denk je, is dat een beer of een marter? Het is eigenlijk geen van beide. Het is en geen beer en geen marter. Het is een civet katachtige. Een andere die je misschien wel zou kunnen kennen is bijvoorbeeld de stokstaartje. Dat is een verre neef van de binturong. Daar lijkt hij helemaal niet op, want de binturong is ongeveer zo groot. Ik vind hem een beetje lijken op mijn Australische herderhond. Maar dan een beetje meer een katachtige. Een katachtig hoofdje. En hij loopt hoog in de bomen. Hij is nachtactief. Het begint nu aardig donker te worden. Dus met deze nachtkijkers... En onze ogen gaan we misschien wel zo'n binturong over zo'n tak zien lopen. En gaan we ze dus naar buiten begeleiden. Spannend. Dit is de sleutel voor de sleutel. Dit is de sleutel voor de sleutel. Yes. We hebben een hele bos. Oh, dit heb ik altijd al eens willen hebben. Die gaan we laten kopiëren. Nee. Hé, hey, chocolaatjes. Zit er nog één in? Nou, lekker. Hoi, eentje voor onderweg. Ik laat het weg. Lekker. Niet verliezen, hè? De chocolaatjes of de sleutels? Allebei. Nee. Hey. Cool. Hier, ik hoor ook al je beest. Zegt hij. Dat beest hoorden we al eerder. Welke? Dit. Dat zijn die parelhoenders, toch? Nee.
Dat is bij de desert. Oh, dit is dat geluid dat we vorige keer ook al niet konden plaatsen. Waarom zeg je dit soort dingen nou? Ik krijg helemaal... Ja, wat is dat dan? Dit moeten we ook een keer uitzoeken. Ja, dit gaan we inderdaad in het volgende seizoen gaan uitzoeken. Wat dit gekke geluid is, waar ik al 8 afleveringen helemaal gek van word. Dat ik niet weet wat het is en waar het vandaan komt. Maar ik weet dat het daar ergens zit. En hij is ons aan het uitdagen. Dit is het verblijf van de Maleise beren, toch? Ja, en van de binturongs dus. Zitten die bij elkaar? Ja, die zitten bij elkaar. De binturongs en de Maleise beren zitten bij elkaar? Ja, die zitten bij elkaar, dat kan. Wat doe ik nou allemaal van geluiden hier? Volgens mij hoor ik een tijger. Ja. Hoor je niet dat lage gommen? Nee, ik hoor wel hier overal mijn takjes bewegen. Oké, Floris. Deze... gaan we dus zometeen naar buiten laten. Oké, we hebben de sleutel. Weet jij hoe dit werkt met de sleutels en ze vrijlaten? Ze hebben het wel uitgelegd, maar ik denk dat we nog even moeten bellen voor de zekerheid. Oké, zal ik eens even de dierverzorger bellen? Ja, doe even. Voordat we hier straks voordat het helemaal alles losloopt. Hey Wouter. Goed met jou? Goed, goed, goed. Hey, we hebben net de sleutels opgehaald en we staan nu bij het verblijf van de Maleise beren en de binturongs. Maar we kwamen er eigenlijk achter dat we niet veel meer wisten dan dat we de sleutels ergens in moesten steken. Kun jij even uitleggen hoe het precies werkt? Oké. Dus... ja, oké. Ja, ik denk dat ik het begrijp. Oké. Dankjewel. Oké, hey, Wouter, ik ga je verder niet storen. We gaan het hier regelen, het komt goed. Oké. Later. Top. Komt goed, toch? Ja, ik begreep het soort van. Soort van. Ja. Nee. Dat, soort van goed. Ja, hij legt het wel een beetje snel uit, maar kom. Komt wel goed. Oké. Ja, heeft hij ook uitgelegd welk kant je op moest? Ja, die kant. Nee, deze kant. Nee. Jawel. Oh. Kom. Ik moet zeggen dat dat begint goed. Je moet ons vaker de sleutels geven. We zijn bij het verblijf gekomen van de binturongs en de Maleise beren. Hé, hey, hier het eerste slot. Van de sleutels. Oké, als ik het goed raad in één keer, dan slaap jij buiten de tent. Als ik het niet goed raad, slaap ik buiten de tent, okay, ja? Nou, dat lukt toch niet. Het zijn 20 sleutels, 1 slot. Oké, ik ga er gewoon even met mijn ogen dicht pikken. Wat je pakt is hem, hè? No backsies. Hey! Gast, stil zijn. Jij slaapt buiten de tent. Oké. Dat is toch de laatste aflevering. Ja. Oké. Nou, hierachter gebeurt het dus. Of tenminste. Oké. Wouter zei hier naar beneden. En dan zit hier de deur. Oh, kijk, dat scheelt een hoop. Je schrikt van alles, hè? En dan moeten we hier met de dikke sleutel. Ja, tot een lampje aangaat. In het klepje. Draaien met je sleutel. Een soort escape room. Daar bij die schuif.
even open doen. Zo graag wil hij naar buiten. Zal ik hem dan even voor je open doen? We moeten rustig blijven. Ja, ja. Kan hem. Rustig. Hij kan er niet uit, hè? Nee, nee, nee. Ik kom even je hok open doen. Ik kom alleen maar even je hok open doen. Helemaal goed ging. Ik raakte helemaal gestrest van dit geluid. Volgens mij was het echt de linker, hoor. Je deed de linker, toch, of niet? Of deed ik de rechter? Ik heb niet opgelet. Ik zag een beest naar buiten gaan. Dat is het enige wat ik zag. Dit is volgens mij die kapotte. Heb je de dopjes eraf? Oh, nee, wacht. Zijn de dopjes eraf? Ja. Zou dit een goede zijn of de kapotte? De dopjes zitten erop, hoor. Ah, dat was het. Ik sta hier al 5 minuten te kijken door die dopjes dicht. Kijk eens. Oei, ik dacht dat ik rechtstreeks naar iemand keek. Wat is dat? Zie je ogen? Nee, maar het leek net gewoon een soort figuur wat daar als mens... Ga weg! Ga weg! Nee, ik zweer het je. Kijk nu rechtdoor met deze. En het leek net alsof er iemand met capuchon gewoon de rechter tegen. Gast, ik heb helemaal kippenvel. Hou op met dit. Naast die boom. Oh ja, godverdamme. Toch echt precies, toch precies of er iemand staat. Wat is dat? Was dat niet de binturong, denk je? Ja, binturong met een trui en capuchon op. Dit is dus precies wat ik doe. Oh nee, ik zie het. Ja? Denk ik. Het is een boomstronk. Ah. Dat moet het zijn geweest. Oké, gelukkig. Gelukkig. Gast. Ik schrok echt. Maar zie je een binturong? Nee, nog niet. Die binturongs komen eigenlijk weinig op de grond. Ze leven hoog in de bomen en ze kunnen ook supergoed klimmen. Dus we moeten goed op die takken kijken. Oh, kijk, hier. Hij zit gewoon vol ons. Ik zit de hele tijd moeilijk te doen. Hij zit gewoon voor onze neus hier bijna. Met zijn rug naar ons toe. Het lijkt net een steen. Maar steen, die kan niet op de boom zitten. Maar die stenen, die bewegen niet. Hey, kijk. Moet je kijken. Hier zie je ook heel goed. Die enorme staart van die binturong. Die staart, die is ongeveer even lang als de rest van zijn lichaam. En die gebruikt hij als een soort vijfde arm en hand. Hij leeft natuurlijk hoog in de bomen en dan heeft hij 4 handige poten voor om mee te lopen. Maar die takken bewegen natuurlijk heel vaak. En dan is het wel handig als je zo'n extra arm hebt waarmee je je evenwicht heel goed kunt bepalen. En met die staart is hij dus perfect aangepast om hoog in de bomen van alles te doen. Kijk nou, super cool. Kijk. Kijk die staart. Wat een ding. Kijk nou. Het lijkt net de sleur van een olifant. Kijk nou. En tijdens het lopen kan hij dus om allerlei takken... Kijk, daar zit hij. Om allerlei takken vast te pakken gebruiken. Kijk, hij kan die staart naar boven doen, naar beneden doen. Hij kan boven zich takken pakken, onder zich takken pakken. En hij kan vervolgens ook, wanneer hij een beetje te veel naar links leunt, die staart wat naar rechts uitwijken, zodat er daar weer wat meer gewicht zit en dat je weer evenwicht hebt. Nou ben ik hem kwijt. Echt nachtdieren, hè? Die verdwijnen gewoon. Daar kunnen ze. Wat een cool beest, zeg. Kijk jongens, dat was dan de allerlaatste aflevering van seizoen 1, Nachtbrakers. En wat hebben we met een knaller afgesloten, zeg, met die binturong. Niet normaal, toch? Ja, ik vond het spannend, joh. De beest kwam vanzelf. Maar we hebben hem gezien uiteindelijk. En nu ben ik helemaal in tweeën gebroken. Al die weken dat we hier nacht hebben doorgehaald in de dierentuin. Ik heb echt de allercoolste dingen gezien. En ik ben echt helemaal gebroken
Zo. De nacht. En door alle dieren. Maar wat was het gaaf. Het was super vet. Ik ga het zo weer doen. Hey, jongens, vonden jullie het nou ook gaaf? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En hier beneden te abonneren. En laat even weten in de comments wat jullie de coolste afleveringen vonden. En wat jullie misschien in een volgend seizoen wel eens een keertje willen weten. Dus wat willen jullie zien? Wat hier in de nacht in de dierentuin gebeurt? Laat het weten. En wie weet ga jij het voor jullie uitzoeken. Ik kom niet eens meer uit mijn woorden, zo moe ben ik. Ik kijk helemaal scheel. Ik weet niet meer wat ik aan het zeggen ben. Ik ga echt... We gaan naar ons bedje. Later, jongens. Yo. Yo. Lekker slapen. Oh.